Yeah, the advertising heroes. Let's go. Okay, the advertising heroes. Time for you to know. Help you get your name buzzing for the world. Time to show. Help create a market plan. Now it's time to get it rolling. Even offering you live and online courses. Yeah, yeah. Time to strategize. If you ready, let's begin. For your Instagram, Facebook, LinkedIn. 5 years experience, the minimum. So they can help you step it up. Time to represent. Okay, can this ish crash? Knowledge is power. Advertising heroes, yeah, you know that they got ya. Time to take it higher, ready for whatever. Help your social media go to the next level. Advertising heroes, and they ain't stopping. Kinnis is crash, knowledge is power. Advertising heroes, time for you to show it. Help you represent your brand, time to be heroic. Yeah, advertising heroes, let's go. Welcome bij de Advertising Heroes podcast livestream. Ik ben Jacqueline de Dost. Dit is de Advertising Heroes podcast livestream voor ondernemers en professionals wekelijks. Een inspirerend gesprek met een gast over ondernemerschap, social media, marketing en reclame. En deze week heb ik meerdere gasten, omdat volgens de social distancing, ik noem het eigenlijk Dostensing, mijn naam is Jacqueline de Dost, flauwe grap. Maar is het eigenlijk dat niemand nu in de studio komt? Dus zoals jij als ondernemer ook, denk ik, nu dingen meemaakt. Dat je denkt van, wauw, waar zijn we in verzeild geraakt? Hè? Dus als jij een trainer bent, een spreker, een sportschool, een restauranthouder, nou, noem het maar op. Je leven als ondernemer staat echt wel op zijn kop. En gelukkig zijn er wel alternatieven zoals Zoom. En een restauranthouder gaat lekkere hapjes en zijn eten rondrijden. Dus als ze nog geen bezorgdienst hadden, dan komt hij er wel aan. Maar al met al word je hier als ondernemer niet heel erg vrolijk van. Je wordt nu gewoon beperkt in je ondernemerschap. Zo makkelijk is het. En natuurlijk zijn er allerlei zaken wat jou helpt. In sommige branches, vooral de commerciële dienstverlening, dat zal je zeker wel helpen. He, dus als jij een trainer bent, okay, dan kun je een training wel door laten gaan, maar dan via Zoom. Nou, daar kom ik dadelijk ook even op terug. Dus het is eigenlijk een week, als je dit na de hand hoort, in 2030. Nou, in welke week zitten we? We zitten in de week van de social distancing, in de intelligente lockdown, zoals premier Rutte het noemt. En het is de wereld staat echt op zijn kop. New York is nu de brandhaard van Amerika. Wie had dat ooit gedacht? Ik bedoel, ik moet zeggen dat als een rampenfilm wordt opgenomen, is New York wel altijd het haasje. Maar het is net alsof je in een verkeerde film zit. Dat doet me denken aan een tweet van George Martin. Zeg ik dat goed? Maar dat gaat de schrijver van Game of Thrones. En die had een tweet door laten gaan van I've written 2020, oftewel ik heb dit jaar geschreven. En daar lijkt het wel een beetje op. Het is een raar jaar, het is een raar jaar, het is nog lang niet voorbij. En dat betekent ook dat je als ondernemer zijnde jezelf moet gaan aanpassen. En om te kijken van wat ga ik nu in godsnaam doen? Want hoe lang kan dat nog duren? Kan het 1 week duren? Kan het 2 weken duren? Kan het 3 weken duren? Ik had vorige week zou ik een. Maar dat ging niet door om andere redenen. Zou Uco Egmond hier in de uitzending zijn? Die komt zeker nog in de uitzending. Maar toen wist ik wel van de komende weken, maanden zal het met deze podcast ook. Ja, moet ik op zoek gaan naar een andere oplossing. Waardoor we gasten wel te spreken zijn. En waardoor het voor jullie als kijker, maar ook als luisteraar nog heel goed te volgen is. Dus. Dat gaat zeker gebeuren. We kunnen namelijk gewoon inbellen. Dus dat is, we kunnen gewoon een telefoongesprek. En dat het voor jou nog goed verstaanbaar is. We hebben Zoom. Maar het fijnste vind ik natuurlijk dat ik hier een gast heb. Met goede apparatuur, met goede microfoon, met goede camera's. En dat we dan het gesprek kunnen opnemen en uitzenden. Dus, het is een beetje behelpen. En ik denk dat zie je overal. Hè. Vandaag ook de laatste uitzending van De Wereld Draait Door. En je zag ook dat misschien waren het wel de mooiste uitzendingen ooit met geen publiek. Gewoon teruggaan naar de kern. En dat had ik al voor elkaar.
Deze uitzending werd al gemaakt zonder publiek. Maar nu gaan we wel erg terug, heel erg terug naar de kern. Goed, dat is voor deze week. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat ik ook heb gedaan, ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb een soort nieuwspauze gehouden. En begin niet. Begin ga je toch steeds zoeken naar de laatste nieuwtjes. En hoe zit het nou met coronavirus? Het is net een film, hè? Hebben we nog wel IC-bedden genoeg? En dan maak je druk over dat de ene kamp, heb ik dan, de ene kamp ontzettend hard bezig is om alles voor elkaar te krijgen. En dan irriteer je weer aan sommige politici die het podium nemen om de mensen weer af te zagen. Nou, weet je, dat is... zo beleef ik het. Maar is voor iedereen natuurlijk weer anders. En natuurlijk ook heel raar dat in een vrij land iedereen wordt opgesloten. In zijn eigen huis. En, nou ja, daarom volg je het nieuws. Ik heb ook weer een abonnement op een krantje genomen. Ik vind de Volkskrant een heerlijke krant. Maar je begint wel de ochtend weer met het nieuws. En vandaar dat ik even dacht van, weet je, ik ga de krant lezen. En voor de rest van de dag gewoon even als ondernemer zijn er ook gewoon een nieuwsstop. Omdat het zo verslavend werkt en je moet wel, je moet gaan produceren. Dus misschien herken je dat wel. En af en toe even een lekkere wandeling maken met mijn hond Bo. Lekker genieten van de leuke dingen met mijn vriendin Maaike. Want het leven gaat gewoon door. En als je heel goed kijkt, zijn er zeker nog wel wat zaken waarvan je denkt, dat wil ik oppakken. Deze week heb ik mijn Academy trainingen heb ik weer nieuwe filmpjes opgenomen. Ik heb een gratis training gemaakt. Nou, wel even tussendoor. Dus het is wel heel grappig hoe je dan weer andere prioriteiten krijgt. Je moet weer even in een nieuwe routine komen. Ik denk dat het is. Je moet in een nieuwe routine komen. En als je daar eenmaal aan gewend bent. Normaal volgens mij duurt dat, weet experts, wel 7 weken. Dat je in die nieuwe routine komt en dan... ik hoop dat het dan weer een beetje beëbt. Want ik denk niet dat na 6 april alles weer wat losser komt. Het zal eerder hetzelfde blijven of wat de duimschroeven nog verder aangedraaid, denk ik. Maar ik weet hoe jij er tegenover staat. Laat het ook mij weten. En hoe jij je als ondernemer tegenaan kijkt. Heel benieuwd naar. Ja, dus ik heb deze week ook nog een blog geschreven. Daar ga ik ook met jullie over hebben. Dus ik heb eigenlijk een paar zaken wat ik deze podcast livestream met jullie wil behandelen. Dat is, ik zat te denken, ja, hoe ga je nu als ondernemer zijn er nu om met zo'n crisis? Hè? En ik ken een aantal ondernemers die zijn heel vindingrijk. Ik wil eigenlijk iedere week gewoon 1 ondernemer bellen. Ik heb een paar gesproken. Dus je denkt van, Jacques, waarom ben ik niet in deze uitzending? Nou, we hebben genoeg uitzendingen te vullen. Lijkt me leuk dat we eerst even naar Renata Vermeulen gaan van Wandor. En de vraag is aan haar van, ja, hoe manoeuvreer jij je in deze crisis? We gaan even naar haar kijken. Goedemiddag, met Renata Vermeulen van Wandor. Renata met Jacquerino. Hey, Jacquerino. Hey, hi. Renata, je bent in de uitzending en ik was benieuwd. Coronavirus en ondernemen, hoe heb jij dat afgelopen week opgepakt? Ja, jeetje. Het is natuurlijk een hele rare tijd voor ons allemaal. En dan moest je inventief zijn, want de wereld staat niet stil. Je klanten hebben je nog steeds nodig. In mijn geval, klanten die midden in de scheiding zitten... Of al een scheiding achter de rug hebben en ruzie hebben met hun ex of daar niet goed mee of weg kunnen. Ja, dan wordt in deze coronacrisis, die situatie wordt er niet beter op. Nee. Dus om nou te zeggen van ja jongens, we moeten allemaal thuis blijven zitten en ik kan niks meer voor je doen. Kom maar terug als corona verdwenen is. Ja, zolang dat niet hoeft, doen we dat niet. Dus op zoek naar hoe kun je de klanten nog bereiken. En daar is tegenwoordig met alle, de online mogelijkheden, met een beetje inventiviteit, kom je nog een heel eind. Nou, en kun je eens een paar dingen opnoemen? Nou, ik heb een aantal mensen waarbij ik dus... het eerste wat ik gedaan heb, want dat was echt zo'n nood van, oh jee, wat moet ik nu? Het eerste wat ik gedaan heb is met WhatsApp
een groepsgesprek gevoerd. Oh, slim. Dan zit je op je telefoontje met twee andere gezichten en je eigen gezicht. Dat was op dat moment, ging dat prima. Maar ik denk, ja, dat is in de toekomst is dat niet te doen. Dus toen ben ik overgestapt op Zoom. Dat is zo'n video gebeuren. Waarbij ik dus inderdaad de mensen uitnodig. En die kunnen dan via internet kunnen ze klikken op die meeting. En dan zijn we met z'n allen in beeld. Nou, en dat is leuk. Want we hebben afgelopen week, om het samen uit te proberen, hebben we dat opgenomen. En dat is nu ook in een training. Dus als mensen dit luisteren en je wilt graag die training hebben, ga even naar mijn advertisinghelmers.com. Nou, meteen als je op mijn voorpagina komt, dan zie je een soort invulformulier dat ik een gratis cadeautje weggeef. Nou, als je die invult, dan heb je gratis toegang tot de Zoom-training. Nou, dat is echt hartstikke handig. Want ik heb ook met mijn collega's, die dan met intervisiegroepjes, die allemaal in de intervisiegroepjes, jongens, hoe gaan jullie dit doen en hoe moet dit nou? En ja, ik raad iedereen Zoom aan, want dat is zo ontzettend handig. Ook voor de mensen, ze moeten dat even downloaden. Nou, dan schrik ik altijd van, oh, dat is een heel gedoe. Maar dat is helemaal geen gedoe. Nee. Dat is één druk op de knop en ze moeten even aanklikken dat je, camera en microfoon kunt gebruiken. Zodat je elkaar inderdaad kunt zien en kunt horen. Ja. Maar ik had gisteren een stel die met hele oude apparatuur en daar werkte absoluut de microfoon niet, dus we konden elkaar niet horen. Ja. Toen hebben we toch nog even gebeld. Dus we hadden het geluid via de telefoon en het beeld via Zoom. Maar dit waren echt oude mensen met oude apparatuur, waarbij dat dus wat minder goed werkte. Maar voor de rest bij iedereen, het loopt echt gesmeerd. Ja, wat goed. Ja, en je kan ook bestanden met elkaar delen, schermen met elkaar delen. Je kan zelfs tekeningen maken en tekst schrijven. Je hebt een soort whiteboard. Whiteboard, dus, ja. Dus je kunt, het is echt onhandig, maar tenminste, je moet even wennen. Maar je kunt een whiteboard gebruiken. Je kunt ze documenten laten zien op jouw scherm. Nou, gisteren heb ik een alimentatieberekening op die manier doorgenomen met mensen. Nou, dat kan echt niet met alleen maar gesproken taal. Je moet daar echt een berekening laten zien. Dus dat ging prima. Dat had ik gewoon op een Word documentje had ik gemaakt. Wat ik normaal gesproken zou voorbereiden om een flip over, had ik nu op een Word documentje. En dan konden ze al meekijken en het was gewoon hartstikke handig, hartstikke helder. Ja, wat goed. En ik vind het voor mediators absoluut een aanrader, want wat ik nu al gemerkt heb, is dat mensen ook minder ruzie gaan maken. Oh, omdat ze naast elkaar, hoe moet ik dat, waarom? Waarom eigenlijk? Nou, ik heb het vermoeden dat doordat ze alle twee achter hun scherm zitten, dat ze op het scherm vooral naar mij kijken. Ja. En niet zozeer naar elkaar. Dus ze zien niet meer van elkaar dat ze met de ogen rollen of dat er gezucht wordt. Of dat, weet je, al die subtiele lichaamstaal, die wordt niet direct opgemerkt. Je zit niet in elkaars energieveld. Want je zit gewoon alle twee op je eigen bank, achter je schermpje. Dus je zit niet in de energie van de ander. Dus op een of andere manier wordt er minder snel op die rode knop bij de ander gedrukt. Dat is wel en dan kom je pas achter als je dit soort dingen gaat doen, hè? Ja. Ja, en wat ik ook ontdekt heb, wat ook heel leuk is in mijn vak, ja? Is dat je de ander even de mond kunt snoeren. Je kan muten. Je kan muten, dus je kunt even het geluid stilzetten. Dus als mensen moeite hebben met elkaar uit laten praten, ja? En dat zie je in mijn vakgebied natuurlijk heel vaak, ja? Dan spreek je gewoon met elkaar af van, jongens, vooral nu met al die beeldschermen, is een beetje lastig als we allemaal door elkaar heen praten. Dus ik zet jullie microfoon gewoon aan of uit, zodat je op een rustige manier op elkaar kunt reageren. Nou, als je dat van tevoren netjes uitlegt, mijn klanten, die vinden dat heel normaal. Oh ja, dat is wel handig. Wat want ze vinden het zelf ook fijn als zij uit mogen praten. Dus ze vinden het heel handig als ik de ander even uitzet. Wat dat dan ook bij hun gebeurt, dat vinden ze dan wat minder. Maar, weet je, terwijl als je dat aan tafel tegen mensen zegt, dan worden ze daar vaak juist weer heel erg geprikkeld door en gepikeerd door. Dus ja, het heeft ook zijn voordelen, ben ik achtergekomen. Wat ontzettend leuk dit. Dus,
We hebben volgende week trouwens een podcast. Die gaan we opnemen voor jou. Hè? De One Door podcast uit liefde voor je kind. Dus dat, dat is ook een techniek. Ja. Dat gaat, daarmee kun je ook gewoon doorgaan. En je gebruikt ook, natuurlijk ook social media. Voor, ik denk dat qua ondernemers, ondernemer zijnde, dat jij niet zo'n hele erge last hebt om van een omslag te maken van offline naar online. Omdat je er eigenlijk al heel lang op een goede manier mee bezig bent. Ja, ik ben er al een hele tijd mee bezig, maar het blijft natuurlijk wel. Weet je, het zou heel fijn zijn als het coronavirus heel snel verdwijnt. Absoluut. Ook om gezondheidsredenen, maar weet je, het face-to-face contact met je klanten, dat je echt gewoon wel in elkaars energie zit, dat mis ik toch wel, hoor. Ik vind het toch wel een beetje eenzaam werken. Ja. Maar, weet je, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ja. En op dit moment is het zoals het is. Ja. En er zijn mensen die veel grotere problemen hebben. Dus, maar we moeten met elkaar proberen toch ook de economie draaiende te houden. Dus het is belangrijk om te kijken hoe je in jouw bedrijf toch zoveel mogelijk aan het werk kunt blijven. Ook als er straks misschien een totale lockdown komt, weet je, zorg dat je de spullen thuis hebt. Ja. Iedereen heeft een computer thuis. Iedereen die in dit soort beroepen zitten. Kijk, iemand die in de horeca zit, ja, die kan moeilijk vanuit huis gaan werken. Schoonmakers ook niet. Maar zolang degene die het wel kunnen vanuit huis werken, dat zoveel mogelijk blijven doen, houden we ook nog een beetje onze economie draaiende. En ook dat is in deze crisis toch echt van belang. Nou, dat zijn mooie woorden om dit gesprek mee af te sluiten, Renata. Ik kan alleen maar tegen mensen zeggen, ga eens naar www.onedoor.nl, 1door.nl of www.uitliefdevoorjekind.nl. Dan kunnen ze sowieso... Ja, die onthoudt dat makkelijker, hè? Ja, die onthoudt dat maar, uitliefdevoorjekind.nl. En, en daarmee kunnen mensen op je site kijken en afspraak maken. En zelfs in deze tijd waar we sociaal toch wat afstand moeten nemen, ga jij gewoon door. En dat is heel mooi. Ja, en ook voor het coachprogramma. Ik heb ook een online coachprogramma erop staan, zodat mensen gewoon eerst even vanuit hun eigen stoel thuis kunnen kijken van, nou ja, hoe zou nou zo'n coachprogramma eruit zien? Welke onderwerpen komen daarbij aan bod? Ja, goed. Zodat mensen ook op dit moment, als je boven op elkaar gelipt zit en je even wil afzonderen van het andere om even wat voor jezelf te doen, zijn ook dat soort programma's gewoon heel erg prettig om te doorlopen. En dat heb jij ook op jouw vakgebied. Ja. Weet je, ook de ondernemers kunnen gewoon aan de gang blijven en deze tijd nuttig gebruiken. Nou, dus heel inspirerend. Gewoon online programma, Zoom. En daarbij gewoon online presence. Dus hartstikke goed. En Renata, bedankt. En wij spreken elkaar sowieso live. Dat is dan woensdag. Dan wordt een hele mooie podcast voor jou opgenomen. En dat kunnen mensen ook doen op Spotify kijken. Op Uit Liefde voor Je Kind, One Door. Dan kunnen ze ook nog genieten YouTube. Daarvan. YouTube, bent gewoon overal. Ja. Ik ben overal. Je bent overal. Net als jij. Ja, precies. Ja. Zoals het hoort. Hey, fijne dag en nog bedankt. Blijf gezond. Yo, hoi hoi. Oké, doei doei. Wat een inspirerend verhaal weer van Renata. Echt super. En volgende week hebben we weer een andere ondernemer die ons daarmee deelt. En zij had het over de Zoom training. En ik heb met haar zij vroeg aan mij van, Jacques, weet jij een programma waarmee ik online met mijn klanten kan afspreken? En dat programma ken ik, maar heb ik altijd weinig meegewerkt, omdat het voor mij niet nodig was. Maar ik ben toch wel een uber-nerd, dus als ik in iets duik, dan weet ik het vrij snel. Ik dacht van, en toen zag ik wat het was, welke mogelijkheden er waren. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga er een training voor maken. Een gratis training. Omdat ik denk in deze tijd help ik daar heel veel mensen mee. En daar moet je als ondernemer ook aan denken. Zo ben je ooit ondernemer geworden, omdat je iets ziet dat je denkt van, dat is een kans. Maar ik had geen zin om bijna een primaire levensbehoefteprogramma, dat ik daar na een uurtje opnam en dat ik dan €50 voor zou vragen. Dat voelde niet goed. Dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon gratis delen. En dat laat ik je even zien. Het is wel heel grappig. Ik heb een website en de luisteraars, die neem ik ook wel even mee. Ik heb op LinkedIn heb ik een post geschreven
dat, ik lees wel even voor. Vorige week tijdens het coronageweld kreeg ik steeds meer vragen van ondernemers wat nu de beste manier is om bijvoorbeeld een 1-op-1 sessie te doen. Maar dan 100% online. Ik dacht aan Zoom. Zelf nooit mee gewerkt, maar wist dat de leercurve vrij laag is. Nu kreeg ik diezelfde vraag ook van mijn cliënt Renata Wandor en stelde dat we live zouden gaan met dit gratis programma Zoom. En achter de mogelijkheden zouden komen van het onwijs makkelijke programma. En wauw, wat is Zoom gaaf. Omdat er veel trainers, coaches, sales professionals en wie nog meer geholpen moeten worden met de transformatie van offline naar online, heb ik een korte videotraining gemaakt van Zoom en wil deze graag met jullie delen. En omdat ik Advertising Heroes ben begonnen om heldhaftig te zijn, is deze training helemaal gratis. Dit programma gaat veel professionals helpen om door deze bizarre coronatijd te komen. Nou, daarna had ik de actie van wil jij deze training? Zet een ja in de reacties. Ik zal je ook vertellen waarom. Dan neem ik je even mee in de mindset van LinkedIn. Dit is een gratis training. En wil je daar publiciteit aan hebben, dan moet je eigenlijk gaan adverteren. Dat weet iedereen. Dat is de enige manier waardoor je de algoritme kan verslaan en dat je gewoon op de tijdlijn komt van die mensen waarvan je denkt, dit is interessant. Alleen, omdat het een gratis training is, dacht ik, ja, weet je, ik ga geen honderden euro's uitgeven dat mensen iets gratis kunnen krijgen. Dus ik dacht van dit, volgens mij is dit zo gewild. Ik zag gewoon dat ook bij de Google-vragen, dan kun je altijd kijken wat wordt veel gezocht. Dan Zoom wordt zoveel gezocht. Ik dacht van, volgens mij is de markt daar gewoon helemaal klaar voor. En het enige wat ik vraag is, als je die training wil, is dat je ja, ik wil in de reacties zet. En dat ik jou via een privéchat dan de link aanbied, waardoor je de training kan volgen. Dan krijg je gratis de inlog toegestuurd. Laat ik je daar ook even zien. En nou, daar is massaal op gereageerd. Als je nu even meekijkt en meeluistert. Er zijn 61 reacties geweest op likes en dat mensen dat helemaal geweldig vinden. 497 commentaren. Daar zit ook mijn dankjewel in natuurlijk. Maar ongelooflijk, bijna 500 keer gereageerd. En er zijn 7615 weergaven. En het gaat maar door. Iedere dag, iedere ochtend ga ik mensen bedanken dat ze de aanvraag hebben gedaan. En krijgen ze van mij de chat toegestuurd. Nou, mocht jij dit ook willen, gaan naar mijn LinkedIn van Jacarino. Of naar de Advertising Heroes pagina van Facebook. Of stuur mij gewoon een mailtje. info@advertisingheroes.com. En dan krijg je van mij de link. En dan krijg jij recht tot die gratis training. Ik neem de kijkertjes even mee. Maar ook de luisteraars. Je komt dan bij mij bij mijn Academy omgeving. Ik heb er meteen een knop bij gezet. Direct naar de Zoom training. Als je daarna klikt, dan kom je meteen bij mijn Zoom-training terecht. Het zijn nu 9 filmpjes. De bedoeling was dat ik maar 4 filmpjes zou maken. Dat je een soort kickstart zou krijgen voor Zoom. Dus dat je dan kan videobellen, dat je bestanden kan delen, dat je meerdere mensen kan uitnodigen. Dat je breakout rooms kan maken. Dus dat je online met een hele grote groep samen zit. Maar vervolgens, ja, dan krijgt iedereen zijn opdrachten. Dus dan maak je bijvoorbeeld 5 losse kamertjes. Daar kun je iedereen online naartoe sturen. Kunnen ze video en audio en bestanden met elkaar delen. En kun je als trainer af en toe even langskijken. Dus in iedere kamer even aanschuiven of er vragen zijn. Daarna kun je iedereen weer terug laten komen in de hoofdkamer. Het is echt fantastisch. Dit is de beste, denk ik, manier die voor mij werkt. En hij is zeer gebruiksvriendelijk. En als je die training volgt, kun je echt meteen beginnen. En het is gratis. Dus hoe fijn is dat? De gratis versie kun je 40 minuten online. Maar als je €14 volgens mij of €13 betaalt per maand, kun je maandelijks opzeggen. Dan kun jij gewoon langer online. Dus dat maakt er niet uit. Dus dat zou ik zeker aanraden. Dus wil jij deze gratis training? Ga naar mijn socials of stuur mij een mailtje info@advertisingheroes.com. En jij krijgt van mij deze gratis training. Hoe leuk is dat? Maak er dan wel wat PR voor. Deel hem desnoods. Ik wil om in de reacties meer dan genoeg. Want dan gaat die algoritme verder. En dan kunnen meer mensen genieten van deze training. Want je kan voorstellen, ik heb deze training gemaakt. Dat mensen hem kunnen delen. En dat mensen ervan leren. En dat het jou helpt. En het enige wat ik van jou vraag is, ja, deel dit dan verder. Ik heb echt 100 aanmeldingen in mijn Academy. Dus ook superleuk om die mensen weer te verwelkomen. Dus ik ben er heel blij mee en ook super trots op. Eén vraag die ik kreeg rondom Zoom is, en dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden.
Jacques, hoe zit het tussen Zoom en AVG? En dat vond ik wel een hele goede vraag, want Zoom en AVG, dat is niet mijn pakje aan. Daar heb je juridische adviseurs nodig. Zo werkt Advertising Heroes ook. Dat is een wereld apart. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een van mijn helden gevraagd, Blijenveld Juridisch Advies. En ik weet dat Thijs Rijntjes is gespecialiseerd in het AVG. Dus ik heb hem de mail, de links gestuurd. Ook de vragen die ik kreeg op LinkedIn van diverse mensen. Van Jacques, hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? Nou, ik heb Thijs die vragen toegestuurd. En ik heb hem gebeld. Het gesprek is opgenomen. Mag het uitzenden. En ik deel dit graag met jullie. We gaan nu naar mijn gesprek met Thijs Rijntjes, jurist bij Blijenveld Juridisch Advies over AVG en Zoom. Hey Thijs. Hi. Hoe zijn we nu? Ja, ik versta. Ja, heel goed. Super. Oké, helemaal goed. Hey Thijs, hoe gaat het met je? En hoe gaat het met je collega's door het hele corona-spektakel? Nou goed, eigenlijk. Wij merken er op dit moment nog niet zo heel veel van. We merken dat eigenlijk mensen blijven tegen problemen aanlopen en daar ook hulp bij nodig hebben. Medewerkers die meer thuis willen werken, medewerkers die waar nog een andere oplossing voor moet worden gevonden. En andere conflicten die misschien juist nu boven komen drijven, omdat er toch heel veel ondernemers die wel onder druk staan. Dus, en dat op zich zakelijk merken wij er niet zoveel van. En behalve natuurlijk dat we wat meer thuis aan het werk zijn, er zullen veel meer mensen last van hebben. Ja, precies. Ja. En dat is ook een manier vinden natuurlijk in je eigen thuissituatie. De laptop op een goede manier neerzetten. En alle huisgenoten vragen om wat rustiger te zijn, denk ik. Ja, dat je niet als je net aan de telefoon bent en mensen binnenkomen stormen of van alles en nog wat. Dat kan soms wel een uitdaging zijn, maar daar vinden we allemaal wel weer een oplossing voor. Ja, precies. Hey Thijs, we hebben even contact met elkaar gehad om het volgende. Ik heb afgelopen week een gratis Zoom-training gelanceerd. Als mensen naar mijn website gaan, advertisingheroes.com, zien ze een invulformulier. Als je die invult, krijg je automatisch de inlog van jouw van de Zoom-training, dat mensen dat kunnen volgen. En mensen zijn er heel blij mee. Eén vraag die steeds terugkomt, Jacques, hoe zit het met Zoom en AVG? Is Zoom AVG-proof? Nou, ik dacht, daar kan ik echt maar één iemand voor bellen. Dat is Thijs. Want Thijs, jij bent echt AVG-specialist en jurist, hè? Bij Blijenveld Juridisch Advies. Ja, klopt. Kun jij er iets over vertellen? Is Zoom AVG-proof? Nou, ik heb het even kort doorgenomen. Ook wat Zoom schrijft over de behandeling van persoonsgegevens en de verwerking ervan. Ik begrijp de zorgen van mensen wel. Zoom is een bedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten. En Amerikaanse bedrijven hebben toch een wat slechtere reputatie als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Maar dat betekent nog niet dat het in strijd is met de AVG. Het is toegestaan om persoonsgegevens buiten de EER, de Europese Economische Ruimte, te brengen. Dat is Europa Europese Unie en nog een paar landen daaromheen. Als er aan de voorwaarden wordt gedaan. En voor de Verenigde Staten, die valt natuurlijk niet onder de EER. Daarvoor hebben ze het Privacy Shield. En daar kunnen bedrijven voor een aanmerking komen. En Zoom heeft dat gedaan en voldoet daar ook aan, blijkt uit de stukken. Dus persoonsgegevens mogen in principe naar Zoom in de Verenigde Staten worden verstuurd. En daarmee wordt dus de AVG niet geschonden. Nee, precies. Dus dan kun je eigenlijk zeggen dat Zoom AVG-proof is? Ja. Ja, oké. Okay. Hey, en daarbij is er ook wat verwarring over de betaalde versie en de gratis versie. Maakt dat wat uit? Of is de betaalde versie alleen AVG-proof? Of is ook de gratis versie AVG-proof? Nou, daar heb ik niet specifiek naar gekeken. Maar wat zo is dat je Zoom heeft als onderneming dat Privacy Shield. Ja. Dus aangevraagd. Dat betekent dat zij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En dat impliceert dat alle gegevens die naar Zoom gaan in de VS daaronder vallen. En
De privacy shield houdt eigenlijk vooral in dat de onderneming heeft aangegeven hoe zij persoonsgegevens verwerken en welke maatregelen zij hebben genomen om die persoonsgegevens veilig te houden. Dat zal dan gelden voor alle persoonsgegevens waar zij beschikking over krijgen. En dan maakt dat dus niet uit of het een betaalde versie is of een gratis versie. Nee, precies. Dat dacht ik ook al. Dus dat is, eigenlijk is dat een soort broodje-aap verhaal. Dus Zoom is AVG-proof, zowel voor gratis als de betaalde versie. Dat maakt dan helemaal niet uit. Nee, ik zou het wel... Want ik heb niet specifiek gekeken naar de gratis versie. Want wat dus wel zo is, is dat het mogelijk is dat zij zegt... Ja, heel veel zorg voor mensen is over het verdienmodel. Ja. Van bedrijven waar je zegt, ja, als het dus gratis is, dan ben je eigenlijk als gebruiker ben je niet de klant, maar degene die juist het materiaal aanlevert. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld ook bij Google zijn dat veel zorgen van mensen. Maar dat hoeft op zich nog steeds niet in strijd te zijn met de AVG. De AVG die geeft aan hoe je met persoonsgegevens om moet gaan. Maar als je toestemming hebt van mensen om de persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, dan wordt daar, dan is dat nog steeds conform de AVG. Daar is op zich macht af. Ja. Precies. Als je als Google zegt van ja, wij gebruiken de persoonsgegevens om advertenties op maat te maken. Dat mag als je maar communiceert. En als mensen daar maar expliciet mee instemmen. En dan is dat privacy shield zorgt er alleen voor dat het naar de VS mag. Ja, en daar voldoen ze voor. Daar voldoen ze aan. Dus dan is ook dat, dan is dat gedekt. Dus in principe is het nog steeds niet strijdig met de AVG. Nee. Volgens mij is het ook een beetje hoe er zelf mee omgaat. Hè? Zoom heeft een mogelijkheid om een gesprek op te nemen. En je kan aan je klompen aanvoelen dat als je het gesprek opneemt zonder dat je de mensen in jouw Zoom-kamer daar niet van op de hoogte zijn, je hebt geen toestemming gevraagd, dat is een strijd met het AVG. Maar dat heeft nog niets te maken met Zoom als bedrijf aan zich. Nee, dat klopt. Met Zoom zelf heeft dat niets te maken. En dat mag. Dus voor de AVG, vanuit Zoom is dat niet zo'n probleem. Het is een beetje hetzelfde als je iemand belt en je neemt het op en je gaat het distribueren. Dan is een telefoon is de Samsung is AVG-proof. Maar wat je zelf met de content gaat doen, dat kan in strijd zijn met de wet van persoonsgegevens. Kun je het zo zien? Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid en Zoom levert in principe alleen het medium. Mm-hmm. Hoe de gebruikers daar gebruik van maken, dat is natuurlijk, staat daar los van. Het opnemen van een telefoongesprek is niet altijd onrechtmatig. Nee. In Nederland mag je in principe, dat zijn altijd mitsen en maren, maar in principe is het toegestaan om een gesprek op te nemen waar je zelf deelgenoot van bent. Mm-hmm. En dat mag je dus ook bijvoorbeeld ook gebruiken in een gerechtelijke procedure, in principe. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar dat zijn allemaal verantwoordelijkheden van de deelnemers aan het gesprek, of de gebruikers in dit geval van het systeem, en niet een verantwoordelijkheid van het systeem zelf. Nee, maar mag je trouwens even een sideway, maar mag je dan een gesprek opnemen zonder toestemming van een ander en dat gesprek gaan distribueren? Distributie is natuurlijk weer iets anders. Okay. Maar je mag het... Dat bijvoorbeeld niet per se onrechtmatig is. En nu moet ik natuurlijk heel voorzichtig uitdrukken. Yeah. Maar wat niet per se onrechtmatig is, is om te zeggen van ik neem een gesprek op, zodat ik dat later kan gebruiken als bewijs in een rechtszaak. Oké, zo. En dan ben je niet aan het distribueren. Dan gebruik je het alleen om bijvoorbeeld bepaalde afspraken te wijzen. In principe is dat niet onrechtmatig. Nee, oké. Nou, dat is vrij duidelijk. En als laatste, ik kreeg een berichtje van iemand die is psycholoog. Die is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vrijgestelde Psychologen en Psychotherapeuten. Zij geven als advies aan om... Zoom is een Amerikaans bedrijf. Ik citeer hem even. Zoom is een Amerikaans bedrijf dat niet expliciet ontwikkeld is voor de zorg GGZ. Gegevens worden opgeslagen op datacenters in VS. En er is geen NEN 7510 certificaat. Zeg jou dat iets? Ja. Als je wat de autoriteit persoonsgegevens aangeeft, is dat het...
het is niet verplicht voor mensen in de zorg om systemen te gebruiken die zijn gecertificeerd door met een NEN-certificaat. Maar het wordt wel sterk aangeraden. En als je het hebt over het Amerikaanse bedrijf en de service in de VS, dan hebben we het over dat waar we het net ook over hadden. Is het in principe mogen persoonsgegevens vrij worden verplaatst binnen de Europese economische ruimte en niet daarbuiten. Tenzij het in dit geval een Amerikaans bedrijf betreft, met die valt onder privacy shield. Ja. Dat hadden we net al over, daar voldoet Zoom aan. Dus dat is op zich geen probleem en voldoen ze dus in principe ook aan de AVG. Daarnaast stelt de autoriteit persoonsgegevens als extra aanbeveling om dus dat om een systeem te gebruiken dat NEN is gecertificeerd. Maar dat is geen eis. Dat is niet een vereiste vanuit de autoriteit persoonsgegevens. Dus deze stelling is onjuist? Tenminste, Zoom is een Amerikaans bedrijf dat niet expliciet ontwikkeld is voor de zorg, GGZ. Gegevens worden opgeslagen op datacenters in de VS. Er is geen NEN 7510 certificaat. Of klopt die stelling wel? Ja, die stelling klopt. Voor zover ik weet, en daar heb ik niet extra naar gekeken, voor zover ik weet, hebben zij beschikken ze niet over een NEN certificaat. Uh-huh. Maar dat is strikt genomen ook niet vereist. Het is wel aanbevolen en je moet dat zo zien. Je, als verwerker van persoonsgegevens ben je verplicht om dat te doen wat noodzakelijk is om de persoonsgegevens veilig te kunnen verwerken. Ja. Dat is een eigen verantwoordelijkheid. En wat de autoriteit persoonsgegevens zegt is, als je een systeem hebt dat NEN is gecertificeerd, dan voldoe je daaraan. Als je dat niet doet, als je dus geen systeem hebt dat NEN is gecertificeerd, dan kun je nog steeds eraan voldoen, maar dan is het iets vager. Dan moet je iets nauwer naar kijken. Dus het is geen vereist om eraan te voldoen. Het is wel een aanbeveling om eraan te voldoen. Het is ook niet zo dat als je de Zoom zou gebruiken als zorgverlener, dat je dan niet aan de wet voldoet. Want de NEN is niet onderdeel van de wet. Dat is alleen een certificering. En de wet staat daar los van. Oh, wat goed. Oh ja, dat is heel duidelijk, joh. Dat is, even kijken. En ze geven ook nog aan, twee deskundigen raden Zoom af voor het gebruik van GGZ. Tegelijkertijd geeft één deskundige aan dat er op dit moment geen geschikte alternatief is voor groepstherapie en dat in deze crisistijd de zorg op afstand voorgezet zou moeten worden. Na de crisis zou je het gebruik van Zoom kunnen moeten heroverwegen. Bepaal dus noodzakelijk hoe noodzakelijk de zorg is. Ga de Zoom tijdelijk inzetten. Kies dan in ieder geval voor een betaald variant. Betaalde variant, dat heeft er dus niets mee te maken. Het is gewoon AVG-proof. Het is gewoon Zoom is AVG-proof. Maar het is zelf of jij waarde hecht aan die certificaat. En dat heeft helemaal niets met de overheidsinterventie te maken in deze. Nee, in principe heeft het niets met de wet te maken. De AVG is ook een hele praktische wet en regelgeving. Daarmee bedoel ik dat het kijkt naar wat je kunt doen en wat je gezien jouw verwerking zou moeten doen. En daar ligt dus per verwerker een verantwoordelijkheid. En je kunt dus als zorgverlener, wat ik daarna zou aanraden, is neem even zelf de privacy policy door van Zoom en kijk even of je daarin kunt vinden. Ja. Daar staat het in principe allemaal in. Ja. En als je daarin kan vinden, dan staat de AVG of andere wetgeving er niet aan in de weg om het te gebruiken. Exact. Het is Zoom is AVG-proof, ook voor de zorg, ook voor de GGZ. Ja, in principe wel. Ja. Dat je, maar ja, het blijft dus een eigen verantwoordelijkheid. Een eigen, precies. Gebruik je zelf ook Zoom? Nee. Nee, welke videobelapparaat ding gebruik jij zelf? Ik heb laatst voor een netwerkbijeenkomst Google Hangouts gebruikt. Oh ja, dat kan ook nog. Bestaat dat nog trouwens, Google Hangouts? Want ik weet dat vroeger webinars... Nee. Oké, vroeger werden webinars daar, kon je ermee doen, maar op een gegeven moment nam er de afscheid van. Is het even stopgezet. Nee, daar verbaasde ik me eigenlijk ook over, want ik was ook in de voorstelling dat het al was gestopt door Google. Ja. Blijkbaar bestaat er ergens nog wel. Nou, door de coronavirus komt echt een revival van online producten zoals videobellen. Dus alleen maar goed. Ik weet hoe efficiënt je daarvan kan gaan werken. Het scheelt weer een ritje van een paar uur of een uur naar een netwerk. Dus helemaal goed. Hey Thijs, hartstikke bedankt. En als mensen meer willen weten, kunnen ze gaan naar www.blijenveldjuridischadvies.nl. Zeg ik dat goed?
Ja, zeker. En daar kunnen ze ook bij helpen als ze vragen hebben over dit soort systemen en of het in hun situatie voldoet. Helemaal goed. Ik zet de URL in de show notes. Dankjewel, Thijs. Heel dank. Fijne dag nog. Oké. Okay. Hoi, hoi. Ook een super duidelijk verhaal. Dit zal jullie zeker helpen over het gebruik van Zoom. Waar ik ook mee bezig ben geweest de afgelopen week. Dus het werkt wel louter het hoor, zo'n coronacrisis. Hè? Want je zit weer even op pauze te drukken. Oké, welke kant gaan we opzwemmen? Welke markt voor mij is nu compleet ingestort? Voor mij is dat bijvoorbeeld de podcast. Hè? Dus mensen komen letterlijk naar mijn studio toe. We nemen de podcast op en men gaat weer weg. Nou, mensen durven gewoon niet, ik maak je alles heel goed schoon, maar ik begrijp dat heel goed, naar buiten te komen. Hè? Omdat je ook niet in een vitaal beroep zit en mensen zeggen van we blijven thuis, Jacques. En als we weer naar buiten mogen en het trekt weer allemaal aan, dan komen we graag weer in de podcaststudio om podcast op te nemen. Maar dat betekent wel dat dat ook voor mij een verdienmodel is die even wegvalt. Want zo makkelijk is het dan. Dus dat geeft je dan, ja, dan ga je weer, wat ik altijd heb geleerd bij tegenslagen, is onderneem. En wat ik vervolgens heb, ja, wat ik heb gedaan, heb ik ook in een blog geschreven, laat ik ook even zien. Ik heb de vraag die ik toch wel veel kreeg van Jacques, help, want ik geef natuurlijk ook strategisch advies. Hoe moet ik omgaan met deze crisis? De grap is namelijk dat jij als ondernemer, ik zeg het toch maar even, de olifant in de kamer. Jij als ondernemer kan nooit failliet gaan. Wel je onderneming. En als jij een ZZP'er bent, wel als privépersoon. Maar ik heb het even over de mindset. Als ondernemer ga je nooit failliet. En wat ik daarmee bedoel is dat alle kennis, alle know-how, alles wat je hebt opgebouwd, zit tussen je oren. En je kan daarmee schakelen. De grap is, ik was aan het kijken in de dikke Van Dalen. En daarin zag ik dat, als je kijkt naar dikke Van Dalen, daar zit onderneming. Ik laat jullie even meekijken. Hoppakee. Ja, de onderneming. Staat hier iets dat je onderneemt. En dat vond ik een mooie, iets dat je onderneemt. Dat betekent niet dat, dat jouw bedrijf vandaag ook jouw bedrijf morgen is. Want jij groeit ook als ondernemer zijnde. En hoe vaak hebben niet mensen met hetzelfde bedrijf als een soort, ik noem het een reptiel, dat je weer een nieuwe huid krijgt en dat je weer verder gaat. En dat is ook met ondernemen zo. Dus hou je vast aan de goede dingen. Maar Darwin zei ook, het zijn niet de sterkste die overleven, maar degene die zich het beste aanpassen aan de omgeving. Dus daar gaat het nu om, aanpassen. En wat voor mij heel goed werkt, is als je er echt even niet meer uitkomt, of je hebt echt een ontzettende baaldag, sta op tijd op. Dat is een belangrijke. Ga even wandelen met de hond of iets anders. En vervolgens schrijf je helemaal leeg. En dat werkt heel goed, want dat zit in jou als mens. Dus haal het uit je mens, zet het in het systeem. Dus alle pijnen, alle tegenslagen die je voelt, schrijf ze op papier en schrijf je helemaal leeg. En zorg ervoor, dat kun je mooi in de ochtend doen. En hoe lang het ook duurt. Dus zorg ook dat je die ochtend even vrij plant. Als er niet veel werk is, nou dan ben je daar meteen mee geholpen. Nou, dat is de ene kant. Dus loop leeg op papier. Tweede is, zie kansen en schrijf die op. Als je geen kansen ziet, bedenk dan even van wat als jij vandaag zou beginnen met een nieuwe onderneming of een nieuwe product of dienst. Hè, dus durf dan ook dingen afscheid te nemen van zaken. Als ze nu niet werken, kan zijn dat je ze even op de pauzeknop moet drukken. Of misschien was je al helemaal niet blij met hoe bepaalde dingen gingen. Nou, perfect. Dan is dit het moment dat je kan veranderen. Maar schrijf die kansen op. En je zult zien, heel vaak, en het probleem is dat mensen eerst gaan denken en dan pas schrijven. Maar schrijven, dat is echt een heel louterend proces. Je kan beginnen met schrijven zonder dat je weet wat je gaat schrijven. En dat vormt zich wel. Dat werkt gewoon. Maar je moet wel eerlijk zijn. Zodra je niet eerlijk bent, met alles geldt dat, blokkeert je schrijven, blokkeert het denkproces. En dan schrijf je ook helemaal niets. Dus vandaar dat je eerst die pijnen moet opschrijven. En des eerlijker je naar jezelf bent, des eerder je bij je kansen toekomt in de tweede sessie. En als je die opschrijft van die kansen, maak dan een strategie voor de komende maanden. Je denkt, daar ga ik mee werken. Nou, voor mij is dat, ik heb dat ook gedaan. Dat is eigenlijk een strategie die ik heel vaak wel doe als iets verandert. In mijn werk, ja, ik ben dat wel gewend
om met tegenslagen en veranderingen om te gaan. En mijn bedrijf is natuurlijk Advertising Heroes. En waar ik eigenlijk was ik hier al een tijd mee bezig. En dat kun je ook wel horen aan mijn Academy. Ik heb het gesplitst. Dus ik heb Advertising Heroes heb ik aan de ene kant gedaan. Academy, de leeromgeving aan de andere kant. En ik heb al een Academy. Eigenlijk heb ik een paar pagina's al gemaakt. Daar heb ik nu mooi tijd voor. Ik zal het zo ook even laten zien. Academy, naar de fotograaf geweest. Dank daarvoor, Ronald. En trainingen met het AHA-gevoel. En dat ga ik de komende tijd doen. De creatiekant blijft Advertising Heroes met mijn helden. Ook de reclamecampagnes, Advertising Heroes met helden. Maar als het gaat om trainingen, webinar trainingen, dat moet je denken aan Facebook, Instagram, LinkedIn en LinkedIn Sales Navigator. Wat ik eigenlijk wil is een paar dagen, 4 dagen, 5 dagen, maakt niet uit. Maar ik denk dat het 4 dagen worden. Dat ik dan met ondernemers ga zitten en dat ik ze leer hoe ze een campagne moeten uitvoeren. Dus hoe de creatie, het schrijfwerk, het adverteerwerk. Hoe maak je een landingspage? Hoe maak je een mail automation voor elkaar? Dat ga ik doen met Jacarino's Academy. En ik heb dat Academy genoemd. Dat zijn trainingen met het aha-gevoel. Omdat bij iedere training zitten er online videotrainingen bij. Dus dat je na de hand weer terug kan kijken van hoe bepaalde zaken werken. En als je dan een filmpje hebt gezien, dat je dan denkt, aha, dus. En dat is wat ik wil. Dat ik de lesstof heb besproken van wat er mogelijk is en hoe je dat moet doen. Dat doen we ook met elkaar. Maar het is altijd zo, dan ben je bezig en denk je, ja, maar hoe zat dit nou weer? Nou, dan kun je een filmpje kijken van 5 minuten en dan heb je dat aha-gevoel. Dus dat is hoe ik het heb opgepakt de afgelopen weken om dit weer op te poetsen. Dus ook supergoed. Ja, creëer je eigen markt en creëer je eigen kansen. En de grap is, en dat is een mooi voorbeeld van alles wat jij doet op dit moment. Ik zou zeggen, en het heeft, zo heb ik ook altijd gewerkt, probeer je kennis op te bouwen. Dus als je dan denkt van, jeetje, hoe ga ik dit overleven? Het enige wat niemand van jou kan afpakken, wat je ook doet, zit tussen jouw oren. Moet je voorstellen dat jij toen je net met het bedrijf begon wat je nu hebt, hoe lang het eigenlijk voor jou nodig is geweest om het bedrijf te maken zoals het nu is. Dat komt omdat, en dat heeft niets te maken met spullen die je hebt gekocht of medewerkers die je hebt aangenomen of het pand waarin je zit. Dat het leerproces, de snelheid zit tussen jouw oren. Dus als jij morgen hetzelfde bedrijf weer opnieuw zou moeten beginnen, ben je veel sneller in het zadel. Omdat je gewoon tussen je oren zit. En dat bedoel ik, zorg in tijden van crisis dat het letterlijk goed tussen je oren zit. Zorg daarvoor. Hè. Met kennis, met de rust die je neemt, bouw dat op. Kennis zijn de wapens tegen dit soort zaken. Dat is niet geld of andere zaken. Dat is puur de kennis en hoe je die toepast. Tenminste, dat komt bij mij over. Dus ik ben ook benieuwd hoe jij erover nadenkt. Oké, dus dat heb ik een beetje gedaan de afgelopen tijd. Waar ben jij als ondernemer eigenlijk mee bezig? Heb jij iets inspirerend? Laat het mij weten. Ik bel je graag in de uitzending. Buiten de uitzending. Ik neem dat op. En tijdens deze vrijdag live uitzending, dan bel ik jou graag. Dan laat ik graag het gesprek horen. Dus dan kan iedereen er meer van meegenieten. Nou, hoe ben ik het beste bereikbaar? Nou, gewoon een mailtje naar info@advertisinghers.com of kijk op mijn website. Joh, er zijn zoveel manieren waardoor jij met mij in contact kan komen. Dus dat is gewoon helemaal goed. Hey, lijkt het jou trouwens leuk om een 4-daagse LinkedIn training te doen? En dat is niet alleen LinkedIn. Mijn trainingen zijn niet puur LinkedIn. Mijn trainingen zijn hoe je geld kan verdienen met LinkedIn of hoe je geld kan verdienen met Facebook. Maar de expertise die ik heb opgebouwd is dat lukt je niet alleen met LinkedIn. Dat lukt je niet alleen met Facebook. Je moet voorstellen, als jij een advertentie maakt en bijvoorbeeld de tekst van je advertentie klopt al niet, dan gaan mensen niet naar je landingspagina toe waar ze het product of dienst kunnen afnemen of interesse kunnen tonen. En dan verdien je geen geld. Laat zeggen dat je advertentie voor elkaar is. Ga maar naar de website. Als op je website heel veel zaken staan die afleiden. Hè? Dus daar heb ik het over. Heel veel knoppen. Dat ze denken, oh, dat is ook leuk. Dat doet hij ook. Of dat doet zij ook. En dan klikken ze daarop. Dan gaan ze af van je hoofdaanbieding. Wat je eigenlijk wil. Dus dat wil je ook niet. Dus het kan zijn dat mensen massaal op je advertentie klikken. Maar niet naar je aanbieding gaan.
dan en het lukt niet, ja, wat moet je dan doen? En het kan ook zijn dat die twee dingen heel goed voor elkaar zijn, maar misschien is het wel iets heel anders. Nou, dan is het ook goed om erachter te komen, ja, wat weerhoudt de beoogde doelgroep om een product of dienst af te nemen? Al die zaken wil ik jou leren, zodat je zelf ermee aan de slag kan. Maar waarom, misschien hoor ik je al denken, waarom heb je dan Advertising Heroes? Omdat er ook heel veel mensen zijn die dat leuk vinden om te doen. Je moet een beetje thuis zijn met computers. Want het is echt werk, hè? Het is niet, wat ik doe is gewoon echt werk. Dat is, ik leer de vaardigheden ervan. Je moet discipline hebben om ermee om te gaan. Maar zeg je van, Jacques, ik laat het liever aan jullie als professionals over. Dat kan ook. En dan hebben we het Advertising Heroes reclameplan. En dan gaan wij die zaken allemaal voor je doen. Dus, maar dat zijn twee kanten. En dat heeft te maken met A, vind je het leuk? Leuk is het begin van goed. En B, hoe groot is je budget? Want je kan voorstellen dat een reclameplan duurder is. Omdat dat zijn gewoon mijn uurlonen en van mij mijn helden. Dan wanneer je het zelf oppakt. Dus dat is die keuze laat ik dan natuurlijk bij jou als gebruiker zijnde. Maar we gaan wel voor het optimale resultaat voor beide kampen. Dus zowel voor Academy als voor Advertising Heroes. Nou, dat was eigenlijk voor deze week. Volgende week heb ik Freek Verhaak. En Freek is heeft een boek geschreven over vrijheid. En hoe mooi is het niet? Vrijheid in deze tijden van lockdown. Dus. Maar ik weet nog niet of hij komt. Wat zijn wijsheid is. Misschien gaan we dit via een Zoom doen. Of ik denk dat dat de beste manier is. Ik moet er nog even over nadenken, want... ik doe net als Rutte, ik plan het dag bij dag. Ik denk dat dat voor dit soort zaken ook wel heel erg verstandig is. Nou, laat me weten hoe jij met de coronacrisis omgaat. Heb jij inspirerende verhalen? Heel erg benieuwd naar. En ik wens jullie heel veel gezondheid toe en een hele mooie week. En vergeet trouwens ook niet, als je deze podcast leuk vindt, laat het ook anderen even weten. Ik wil gewoon lekker groeien met mijn positieve geluid. In 2020. En als ondernemer zijnde gaan we elkaar daar gewoon helemaal in ondersteunen. En tot volgende week. Hoi! Advertising Heroes reclamebureau maakt gebruik van 200 helden. Dit zijn professionals met minimaal 5 jaar ervaring in hun gekozen specialisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fotograaf die een held is in sportfotografie. Een illustrator die een kei is in het maken van fantastische cartoons. Of een voice-over die perfect past bij jouw merk. Verder werken we samen met een groot aantal tekstschrijvers, online marketeers, designers en meer. Met zo'n groot heldenbestand is er voor iedere klus altijd wel iemand te vinden die vakwerk kan leveren. Kennis moet je delen, dat is ons motto. Om deze reden verzorgt Advertising Heroes ook diverse online en live trainingen op het gebied van Facebook, LinkedIn, Instagram en Mailchimp. Zo'n training kan de vorm hebben van een online zelfstudie, maar kan ook plaatsvinden met een kleine of grotere groep. Het is zelfs mogelijk om 1-op-1, dus super persoonlijk door ons getraind te worden. Bovendien komen we ook langs bij jouw bedrijf of eigen locatie om onze trainingen te verzorgen. We leveren graag maatwerk en passen ons aan jouw wensen aan. Advertising Heroes. Kennis is kracht.